Trainer Geudeken kijkt reeds uit naar de volgende fase voor Robin Hood. Heel Suriname verkeerde in euforie vanaf het moment dat Robin Hood op Curaçao beslag wist te leggen op de zwaar bevochten CONCACAF Caribbean Club Shield. Van Club Franciscain uit Martinique werd met 1-0 gewonnen. Trainer Roberto Geudeken van de rood-groene topclub kijkt nu al uit naar de volgende te nemen horde door zijn team. De komende periode wordt op Jamaica gespeeld. Daar zullen de kampioen en semi-kampioen van Jamaica en de kampioen en semi-kampioen van Haiti het tegen elkaar opnemen. Robin Hood speelt in de play-off fase tegen de nummer 4 uit deze pool. De wedstrijden worden op 19 en 21 april afgewerkt. De tactiek van Robin Hood in de finale was om het reguliere spel van Club Franciscain te ontregelen, wat volgens Geudeken goed is gelukt. Hij is bijzonder trots op de spelers die vanaf de eerste seconde alles hebben gegeven om niet met lege handen naar huis te komen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.